Een warm applaus voor Anne Pietersen. Anne Pietersen. Anne, wij hebben niks met elkaar afgesproken. Nee? Heel goed, eerste keer dat we elkaar ontmoeten. Ik heb nog één iemand nodig, ik heb een dame nodig. Aan jou de taak om vrijwillig uit het publiek een dame te kiezen. Niet deze dame die net op het podium hadden, die is al geweest. Nee, dat treffen ze nog uit. Zoek iemand waar jij een verbinding mee wil maken. Het liefst iemand die je nog niet kent. Of niet goed misschien, maar die je beter zou willen leren kennen. Een dame dus. Dit is het moment dat jij alle dames kan kiezen, hè? Dat besef je. Ik zie er wel een paar leuke dames tussen zitten, moet ik zeggen. Ja. Mag ik niet kennen? Voorkeur dat je het niet kent, want we zijn hier eigenlijk om sterkere netwerken te maken, sterkere verbindingen. Dus het zou mijn voorkeur hebben, of als jij toevallig iedereen kent, dan moet je iemand kennen. Het is een dagvullend programma, dus neem de tijd. Die dame is een dag heel vriendelijk. Is dat die dame met het rode aan of die daarachter? Deze die nu denkt... Ik... Ja, u mag zo. Mag ook. Deze dame? Ja hoor, prima. Ja, ja, nou, dat kan je beter gaan. Ja. Kijkers. Kijkers, ook dan in de politiek. Hoi, Jan Reijner. Wat is jouw naam? Mariska. Mariska, een warm applaus van Mariska. Kijk naar het einde van de zaal. En stel je voor dat de zon daar opkomt. Dus aan het einde van al deze hoofdjes komt een grote rode bal naar boven. En die gaat helemaal naar het plafond. Dus de zon gaat helemaal op. Maar terwijl je die zon blijft volgen, wil ik je vragen om je hoofd recht te houden. Dus je gaat alleen met je ogen naar boven. Dus volg die bal helemaal naar boven. En terwijl je hoofd recht houdt, gaan je ogen dus naar boven. En op een gegeven moment kunnen je ogen niet verder. Op dat moment sluit je ogen en hou je ogen gesloten. Ga je gang. Nou, als je zover bent, sluit je ogen. En hou ze gesloten net zo lang tot ik jou vraag om ze weer te openen. Het is belangrijk dat je niks kan zien. Degene die ik net heb aangeraakt, die mag zijn hand opsteken. Goed, je mag nu aangeven hoeveel keer ik je net heb aangeraakt met je vingers. Hoeveel keer heb ik je net aangeraakt? Met je vingers. Je mag nu aangeven waar ik je net heb aangeraakt. Met je vinger mag je aangeven waar ik je net heb aangeraakt. Oké. Je mag je handen weer laten zakken. Adem even diep in. En weer diep uit. Heel goed. En open langzaam weer je ogen. Jullie doen het heel goed. Een vraag aan het publiek. Mevrouw. Hoeveel mensen heb ik aangeraakt? Eén persoon. Interessant. Wie van jullie heb ik aangeraakt? Ik heb jou ook aangeraakt, hè? Of het was de hand van Mariska. Of het was de hand van Mariska. Heel goed. Jullie mogen even gaan staan. We gaan kijken of we nog één stap verder kunnen gaan. Even kijken. Deze hier aan de zijkant. Mariska. Ik wil jou vragen om hier plaats te nemen. En Anne, ik wil jou vragen om hier plaats te nemen. Kijk elkaar aan. Elkaar in de ogen. En probeer elkaars gedachten te raden. Raden. Dus kijk elkaar in de ogen aan en probeer te denken wat in de andere gedachten omgaat. Ik zie Anne al een beetje lachen, heel goed. Goed, adem nog een keer diep in. En weer uit. En nogmaals diep in. En uit. Jullie doen dat heel goed. Heel goed. Anne, ik wil jou vragen om zometeen deze boodschap puur in je gedachten te herhalen. Puur in je gedachten. Ja? Mariska, ik wil jou vragen om je open te stellen voor de gedachten van Anne. Kan je dat doen? Ja? En om je nog beter te kunnen concentreren op je innerlijke stem, wil ik je vragen om je vingers in je oren te doen. Anne, kijk Mariska aan.
Ga je gang. Nee, blijf staan. Blijf zitten. Probeer deze boodschap te herhalen. Ik weet niet of deze het doet. Er staat deze. Kan je voor het eerst hardop voorlezen wat er op dit briefje stond? Sta op en loop naar mij toe. Geef me een schouderklop en zeg: goed gedaan. Ga daarna weer terug naar je plaats. Het is... Dames en heren, een groot applaus voor deze twee kanjers. Kom bij elkaar staan. Hoe jullie het hebben gedaan, dat blijft voor de rest van je leven jullie geheim. Eén ding kan ik je wel vertellen. Vanaf dit moment zijn jullie voor de rest van jullie leven met elkaars gedachten verbonden. Een warm applaus voor Anne en Mariska. Dankjewel. Dankjewel. Heel goed gedaan.